Hey Taco Bongers, goedemiddag. Ah, Jette. Hoe is het nou? Ja, goed. Hey, maar nou, ik kon even niet laten om even te stoppen, want een tijdje terug zei je van ik ga reorganiseren. Daar hangt ook zo een ik ga reorganiseren. En nu kijken we naar je pand. Het hele dak is weg. Ja, klopt. Er is ook alweer wat nieuws aan het ontstaan volgens mij. Maar eigenlijk ben je gewoon het hele spul opnieuw aan het opbouwen, of zie ik dat verkeerd? Dat klopt. Ik wilde sowieso al een andere formule voor mijn winkel. En daarbij komt kijken dat, dat het dak hoog nodig gedaan moest worden om, de winkel een beetje fatsoenlijk te houden. Ja, was die helemaal rot of zo? Hij had nog wel meegekund, maar we hadden weinig op zolder kunnen ondernemen. En dat gaat nu wel het geval en, zijn. Dit is jouw eigen pand ook? Dit is mijn eigen pand al heel lang, ja. En tot waar loopt het nou door? Want ik ben daar wel eens in Dieloots geweest. Maar... Nee, dat is van de buurman, Dieloots. Die hoort er niet meer bij. En dit... Hey Boris! Oh, dat is die zeikert. Hey! Die komt vaak genoeg kijken. Hey, maar hoe lang denk je hier bezig te zijn? En, wat kun je... Ik hoop over 2 weken dat het dicht zit. Maar wanneer de winkel weer gaat beginnen, dat durf ik even niet te zeggen. Maar verkoop je gewoon door? Kunnen mensen nog wel gewoon... Nee. Al mijn handel is uit mijn winkel. Dus ik ga weer met een verse start beginnen. Als hier de boel boven dicht is. Ja, tegen die tijd mogen we gewoon even komen om te tegen kijken. Tegen die tijd kom je gewoon weer eventjes een praatje maken. En dan zal ik uitleggen wat mijn bedoeling is. Dat is helemaal goed. Hey, dankjewel en succes met het klusje. Jij bedankt voor je donder, interesse. Donder, man. Het kan nog alleen maar beter worden, toch?